Tattoo, tattoo, fayate maramatanga. De training begint met een speciaal welkomstlied. Tairua torufa, siowahi. En deze bijzondere begroeting. 1, 2, 3, haha! Vandaag krijgen kinderen in Castricum rugbyles van de All Blacks, oftewel de rugbyers uit Nieuw-Zeeland. Dat is wel echt een hele eer. Ik kijk ook heel veel wedstrijden van hun. Dus daarom wou ik op dit kamp heel graag. Nou, heel tof, want het zijn de beste van de wereld, de Nieuw-Zeelanders. Ja, Nieuw-Zeeland won namelijk 2 jaar geleden het WK rugby. En daarom willen veel rugbyende kinderen er vandaag bij zijn. Zelfs helemaal vanuit Engeland. It's like something that I've never seen before. It's like one of those Indiana Jones movies stuff. Knap. Oké, genoeg gepraat. Tijd voor training. 45 seconds. No, don't stop. No, you're not allowed to stop. Voor rugby moet je super fit zijn. 120. How do you feel? Exhausted. En tegen een stootje kunnen. I'm scared. Oh! Oh, sorry. Het zijn wel flinke gasten, hè? Ja. Ja, dat is wel zo. Onder de indruk? If you watch a professional match, you would see people that tall, they're big. So you're not impressed? No, I am impressed, of course. Ze zijn wel ook aardig. Oh, dat wel? Ja, dat wel. Oh, okay. Vandaag draait het niet alleen om sport. Het gaat ook over tradities die je ook bij rugbywedstrijden ziet. Het is de cultuur van de Maori's, zoals de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland heten. Zo hebben ze hun eigen taal. Where we speak back in New Zealand, you know, it's taught throughout schools in New Zealand as well. I'm quite proud to, you know, sort of share that with the world as well. Good defense. De rugbyers hebben ook hun eigen tattoos. Ik zou ook wel een tatoeage willen, maar ja, mag het nog niet. But I really want them. It looks really cool. Where? I want one like here or something. En wat dan? Een draak of zo. Misschien wel het belangrijkste in het rugby van Nieuw-Zeeland, de haka. De All Blacks, het rugbyteam van Nieuw-Zeeland, daar doen ze het aan het begin van de wedstrijd om de tegenstander af te schrikken. And once you perform that for a game, it's quite special, you know, it is a good feeling. Ja, de kinderen hier leren vandaag hun eigen haka om indruk te maken op de tegenstander. En 3 keer raden wie dat is. Is er een dokter in de zaal?